Met de volgende oefening gaan we terug de schouderstabiliteit proberen te vergroten. We gaan eerst onze setting doen, wat wil dat zeggen? We gaan proberen onze schouderbladen naar achter en een klein beetje naar beneden te brengen. En deze druk houden we aan gedurende de hele oefening. Vanuit deze positie gaan we proberen de ellebogen langs je lichaam te laten glijden, zonder dat je de setting lost. Dus je schouderbladen blijven laag en tegen elkaar. We proberen dat een aantal keren te doen, zonder dat we de setting verliezen.